We zijn hier in de school De Lakerberg in Laak. En ik ben heel blij dat ik dat mogen meemaken. We zijn heel enthousiast om te zien hoe Bobo en de Flapper, twee clowns, in de klas geweest zijn. En hoe dat men op en top preventie gedaan heeft voor de kinderen beter te leren fietsen en de fietsveiligheid te verbeteren. De politie was er mee aanwezig en er was een goede afwisseling tussen ernst en plezier en leuten. De kinderen zijn heel enthousiast. En als toemaatje krijgen ze allemaal een helm, geschonken door het gemeentebestuur. Een fietshelm die Europees gekeurd is, die dus heel veilig en heel goed is. En dit is echt wat preventie moet zijn. Jawel, je kan daar nog een beetje harder zijn. Jawel, meneer de politieagent. Waar is dat nu? Je weet toch ook, als je gaat fietsen, de kinderen gaan toch niet mee op kringelingeling te zijn? Gaan jullie niet mee? Dat gaat toch niet, hè? Op 15 mei is er de wedstrijd met de beroepswielrenner Maarten Wijnands. Iemand waar we heel trots op zijn in onze gemeente. Het is ook een heel leuk initiatief. Er zijn fietsers die geen licentie hebben om wedstrijden te rijden. Die doen dan een wedstrijd onder elkaar. Allemaal inwoners van Houtaal en Hellichteren. En vandaag zijn ook al de kinderen hier uitgenodigd om naar de Kids Tour Dam te gaan. Dan krijgen ze die helmen, dan krijgen ze eten, dan krijgen ze snoep. En een heel beleving met heel veel fietsers, met 300 fietsers samen. En dat wordt een fantastische dag. We zijn hier vandaag in het gemeentehuis, naar aanleiding van de eerste uitgave, een primeur, van het magazine van Maarten Wijnands, de profrenner die van Hellichteren is, uit Houthalen-Hellichteren, en die wij koesteren als een van onze kroonjuwelen voor sportminnend Houthalen-Hellichteren. We zijn heel blij dat Maarten hier was. We zijn verwelkomd door de schepen van sport die de Grand Prix Maarten Wijnands, die op 15 mei plaatsvindt, volledig heeft uit de doeken gedaan. Wim Gubbels heeft het opzet toegelicht. Wij hopen als gemeentebestuur de komende maanden en de komende jaren de gemeente laten uitgroeien tot echt een wielergemeente. We zijn hier te Hellichteren op de vierde prijs Maarten Wijnands. Als gemeente werken we hier aan mee. We hebben dit jaar iets speciaals, Bobo en de Flappers. Dat gaat dus over kinderen die willen leren fietsen samen met de politie. En de medewerking van de school hebben we hierdoor verkregen. Er zijn een 70-tal inschrijvingen geweest en die mensen, die kindjes, krijgen allemaal een mooie helm, een fietshelm van de gemeente. Ze hebben hierachter ook springkastelen en zo verder. En ze hebben leren fietsen onder begeleiding van de politie.